Hallo allemaal. Hey allemaal. Welkom allemaal. Ik wacht heel even totdat er meer mensen in de live zijn. Dus leuk dat jullie er allemaal zijn. Hoi hoi. Ik ga ondertussen even mijn werkplekje inrichten. Zodat ik... Hoi allemaal. Wat leuk dat jullie er allemaal zijn. Hoi. Ik wacht altijd eventjes met het beginnen. Zodat er wat meer mensen in de live kunnen komen. Dus ondertussen ga ik even kijken welke penselen ik vast ga klaarleggen. Leuk dat jullie er allemaal zijn deze ochtend. Het wordt een hele korte mini live tutorial. Dus als je mee wilt doen, helemaal leuk. Pak dan vast wat waterverfpapier, je waterverf en penselen en natuurlijk wat water. Normaal gesproken heb ik altijd 2 glazen water, maar één potje is kwijt hier op kantoor. Dus leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik ga met jullie een appel waterverven. Heel kort. Dus mega leuk dat jullie er allemaal bij willen zijn. Mocht je mee willen doen, een waterverf penseel is voldoende. Ik heb deze nou even klaar liggen, maar eentje is eigenlijk al meer dan genoeg. Mijn lievelingspenselen zijn, zoals je misschien wel weet, die van Princeton. Te kopen bij Splendid.nl. Echt mijn allerlievelingskwasten, supergoede kwaliteit. En van synthetisch haar, dus geen echt dierenhaar, wat ik heel belangrijk vind. Ik vertel eventjes wat ik allemaal ga gebruiken en dan gaan we beginnen. Dan zijn we ook met genoeg mensen. Mocht je mee willen doen, pak je spulletjes vast. Ik gebruik papier van Legion. Het papier wat ik eigenlijk altijd gebruik. Ik kan het even laten zien. Dit is het papier. Legion Aqua Cold Press. Die gebruik ik dus. Ik gebruik de penselen van... Princeton, zoals ik net al zei. En mijn waterverfpalet waar verschillende merken in zitten. Zoals Winsor & Newton en Van Gogh. En ik gebruik een aquarel potlood van Staedtler. En dat aquarel potlood vind ik heel fijn om de basis mee op te zetten. En omdat het dus aquarel potlood is, als je er dan met waterverf overheen gaat, dan vervagen de lijntjes. Dus dan krijg je niet van die harde potloodlijnen door je illustratie heen. Wat ik dus heel erg fijn vind. Als je geen aquarel potlood hebt, kun je het gewoon met een normaal potlood opzetten. Dat is geen probleem. Leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan beginnen. Mochten er tussendoor vragen zijn, stel ze vooral. Ik probeer af en toe, ik hang boven mijn camera hier dus. Dus ik hang boven de reacties. Dus ik probeer af en toe even mee te kijken om vragen te beantwoorden. Maar we gaan dus een appel waterverven. En die appel gaat heel kort, heel gemakkelijk zijn. Dus binnen een half uurtje zullen we die hebben staan. Nou, wat we gaan doen is met waterverfpotlood of met een normaal potlood de vorm van een appel neerzetten. En dan ga ik even kijken dat ik mooi in beeld illustreer. Dus dat is hier zo. Nou, een appel heeft eigenlijk een soort hartjesvorm, maar dan afgevlakt. Dus ik zou hem zo duidelijk mogelijk opzetten. Dus ik begin met een... deuk eigenlijk. Zo. Dus je begint met een deukje. Daar komt straks het steeltje uit. Zo. Ik zet hem natuurlijk iets dikker op, zodat jullie het vanaf het beeld kunnen zien. Dus het is eigenlijk een soort ja, een hartje of een platte ronde vorm. En waar je hierboven dus een beetje ruimte houdt voor een steeltje. Dus ik hoop dat jullie hem zo kunnen volgen. Nou, dan ga ik voor de vorm alvast een beetje het steeltje tekenen, zodat we weten waar die ongeveer naartoe gaat. En die is aan het uiteinde wat dikker dan aan het begin vanuit die appel. Zo. En een blaadje tekenen we eraan. Dat is eigenlijk een soort vlaggetje. Dat hoeft niet zo heel bijzonder te zijn. Wacht af en toe even tussendoor dat jullie zien wat ik doe. Nou, dan wil ik hier aan deze kant
een vlak overhouden wat iets lichter is. En hier ook. Dus dan maak ik even globaal een rondje. Een shape, zeg maar. En dit wil ik iets lichter houden. En dit wil ik ook wat lichter houden voor de glans. Dus nou, dan hebben we eigenlijk de basis al staan. Wat ik dan ga doen, is met mijn wat grotere penseel ga ik de appel vullen. En de appel ga ik vullen met de lichtste kleur waarvan ik wil dat die in de appel zit. Dus daar beginnen we mee. En dat doe ik met redelijk wat water. Dus ik pak water uit mijn waterpotje. En ik ga dus beginnen met geel. Dus ik maak mijn kleur even goed nat. En die gele kleur ga ik in de appel aanbrengen. En die doe ik dus niet in die rondjes die ik hier heb getekend. Daar ga ik omheen. Maar voor de rest gaat die appel, wordt die helemaal geel. Met redelijk, ja, eigenlijk gewoon best wel veel water. En het is een beetje afhankelijk van hoe goed of hoe hoge kwaliteit papier je hebt. Hoeveel water je kunt gebruiken, dat het niet bol gaat staan. Als het bol gaat staan, dan is altijd een goede truc om hem vast te tapen aan je bureau of aan je tafel. Zo. Dan pak ik er wat water bij om hem nog hieronder te vullen. En zoals je ziet doe ik dat redelijk snel. Zo. Nou, dan staat de basis van de appel eigenlijk al best wel goed. En ik doe nou even over de randjes nog wat extra, zodat ze iets vervagen. Omdat het natuurlijk waterverfpotlood is. Zo. Zo. Nou, dan zie je dat die appel mooi geel is geworden. Zo. Als er vragen zijn, gewoon roepen. Nou, wat ik dan ga doen is met groen andere kleuren aanbrengen. Even kijken. Dus dan pak ik weer met veel water groen. Zo. En dat ga ik in het natte, ga ik dat eroverheen brengen. Aanbrengen. En dat doe ik hierboven. Want de appel is natuurlijk niet helemaal geel. Maar die gaat wel veel geel bevatten. Omdat die eerste laag natuurlijk geel is, maar over het algemeen is een appel groen of rood. Dus die kun je ook, dat kun je ook nog kiezen. Sowieso ben ik altijd heel vrij in de kleur. Als je een roze appel wil maken met een oranje onderlaag, geweldig doen. En dan breng ik aan de zijkanten groen aan. Nou, bij mij is de onderkant nou een beetje rommelig, omdat ik eigenlijk normaal gesproken helemaal met mijn hoofd hier overheen wil hangen. Maar ik moet voor jullie even achterover hangen, zodat jullie überhaupt kunnen zien wat ik doe. Dus het wordt misschien een beetje een lompe appel. Kijk, en dan zie je al heel mooi die kleurenovergang. Waardoor het al echt meer een appel wordt. En omdat ik dus mooi de basislaag nat heb gedaan, loopt het allemaal heel mooi in elkaar over. Nou, wat ik nu ga doen is mijn penseel weer even schoonmaken. En dan ga ik met een iets donkerdere groen, ga ik er overheen. En als je geen donkerdere kleur groen hebt, dan kun je dus groen pakken met een beetje zwart. En die kun je dan zo in je palet of op een bordje kun je die mengen. Dus ik pak nou veel pigment. Dus ik zorg ervoor dat mijn penseel best wel nat is, maar dat er vooral veel pigment vanuit het napje in mijn penseel komt. Waardoor de kleur veel intenser en dus donkerder is. En dan ga ik bepalen waar de meeste groen komt. En die is bij mij dus hier bovenin. En ik breng dat vaak een beetje deppend aan, omdat er dan net iets meer pigment op één plek vrijkomt. Zo. Nou, ik vind dat hier aan de zijkant dat hij ook donkerder mag zijn. En dat is omdat dat voor schaduw zorgt. Dus de zijkanten zullen altijd donkerder zijn qua lichtinval dan in het midden. Ik hoop dat jullie trouwens allemaal een leuk weekend voor de boeg hebben. We starten natuurlijk al hartstikke leuk met een tutorial van mij. Maar gezien het weer is het ideaal om veel binnen te zitten en te waterverven, zou ik zeggen. Dus gaan jullie trouwens waterverven dit weekend? Ik hoor het heel graag. Het lijkt me wel leuk om te weten.
kan ik een beetje met jullie kletsen ondertussen. Dus ga je iets leuks doen, let me know. Nou, dan ga ik nog wat meer groen aanbrengen. Door dat wat deppender te doen. Zo. Even te kijken of er reacties zijn. Oh, Daan Bai gaat zeker water verven. Oh, leuk dat jullie appels gaan water verven, Jolanda. Zo, nou, wat ik nu ga doen is met een schoon penseel. Met alleen water erin ga ik de overgangen iets vloeiender maken. Dus ik ga een beetje die kleuren met elkaar mengen. Zodat het niet te veel stipperig is. Dan ga ik ook even met een kleiner penseel doen. Dus ik pak ook even een fijne penseel voor de randjes. Zo. Je kan altijd nog, als het vooral wat nat is, kun je altijd nog wat corrigeren. Zit die penseel nou hier? Zo. Zo. Wat ik altijd heel belangrijk vind, en dat leer je ook in mijn cursussen, dat je hem opbouwt in lagen. Dus dat je begint met een lichte kleur en dat je hem steeds opbouwt in donkerdere kleuren. Oh, leuk. Er wordt mijn egel en mijn eekhoorn geïllustreerd vandaag. Leuk om te horen. Ja, het is echt ideaal weer om vooral heel creatief bezig te zijn vandaag. Oh, mijn dochters Julia en Noortje gaan nu ook waterverven. Wat leuk, Julia en Noortje. Leuk dat jullie kijken. Nou, wat we gaan doen is... dit laten we nu even drogen. En ik ga nu het steeltje doen. Dus die gaan we in een bruine kleur doen. Dus ik pak bruin met een wat kleine penseel voor nu. En dan ga ik vanuit hieronder naar boven. En ik vind het dus leuk dat dat bruine iets mengt met het groen. Dat vind ik dus niet erg. Zo. En ik ga dan nog een andere kleur bruin aan toevoegen. En dat doe ik met een beetje zwart. Dus het is niet echt een andere kleur bruin. Maar daardoor maak ik er in ieder geval een steeltje van met wat verschillendere kleuren. Zodat hij iets dynamischer is. En ja, zo snel kan het gaan. Hij staat nu al, het stokje. En dan vul ik gelijk het blaadje ook met groen en wat water. Zo. Ik hoop dat jullie het kunnen volgen. Nou, ik ga de video nog opslaan, dus wees niet bang. Ik ga hem opslaan, zodat jullie hem nog terug kunnen kijken. Alleen soms doet Instagram een beetje raar, dus dan kan ik hem niet opslaan. Dat is altijd balen. Maar ik doe mijn best om hem op te slaan. Ik ben even de reacties aan het lezen. Nou, dan laat ik het steeltje en het blaadje even opdrogen. Want daar ga ik dadelijk nog wat details overheen zetten. Maar ik ga ook nog met wat donkerder groen... ga ik nu weer wat randjes aanbrengen. Of wat kleuren. En dat doe ik hier weer. En ik denk dat ik mijn groen ga mengen met een beetje zwart. Ik zal even laten zien, zodat ik een wat donkerdere groen krijg. Dus dan pak ik groen uit mijn palet... En die doe ik hierin. En pak wat ander groen. Mijn groen is bijna op. Ik moet nieuwe bestellen. En dan pak ik een beetje zwart. Zie je? En dan heb je gelijk een donkerdere kleur groen. Even kijken of ik jullie het goed laat zien. Zo kun je heel snel variëren in kleuren. Als je denkt ik wil een tintje donkerder, kun je altijd groen of zwart toevoegen. Dus die heb ik nu hier. En daar ga ik weer wat... details mee aanbrengen. Zal ik even zo laten zien. Kunnen jullie ook zien dat ik het hier uitpak. Nou, ik wil wat donkerder groen aan de bovenkant weer. En dan pak ik ook wat meer zwart nog. Mag nog wel wat donkerder van mij. En normaal gesproken zou ik denk ik deze laag op een wat
opgedroogdere appel doen. Maar omdat we nu maar een half uurtje hebben, ga ik gewoon blijf ik nat in nat. Oh, leuk. Even kijken, Brigitte, dat je met je dochters mee zit. Wat leuk. Heel leuk om te lezen. Nou, die donkere kleur groen, die ga ik dus weer wat aan de zijkant aanbrengen. Dus waar die andere donkerdere kleur groen ook al een beetje aanwezig was. Voor iets meer kleurverschil. En dan krijgt hij gewoon wat meer, hoe noem je dat? Meer diepte. Nou, dan ga ik met zwart, heel klein beetje zwart, ga ik hier onder in die appel wat puntjes zetten. En dan ga ik daar wat kleur, zwarte kleur in de onderkant aanbrengen. Een beetje voor de schaduw. Zo, en dat mag voor mij gewoon met zichzelf mengen, zeg maar. Dus op zichzelf. Dat een klein beetje zwart doe ik ook aan de bovenkant. Een beetje hier zo. Zodat je daar ook wat meer diepte hebt. Nou, wat ik nu ga doen, is mijn penseel weer helemaal schoonmaken. Dus alleen water erin. En dan ga ik deze dichtmaken. En dat doe ik eigenlijk door met water het mengen. Zodat daar de lichtste kleur komt. En dat ga ik hier natuurlijk ook doen. En ik draai rondjes met mijn penseel, omdat dan het aquarelpotlood wat eronder ligt, die wordt dan opgelost. En dan ga ik een trucje doen die sommigen van jullie misschien wel kennen uit mijn basiswaterverfcursus. Dan ga ik mijn penseel schoon en droog maken en dan ga ik highlights aanbrengen, zo. En zo. Maar dan staan er niet zo'n harde lijnen meer mee. Hoe weet je wanneer je moet stoppen met kleur? Dat is een hele goede vraag, Jolanda. Hoe weet je dat? Wanneer je zelf tevreden bent. En door het maar gewoon een paar keer te doen. Dus wat ik vaak doe is, als ik één appel ga illustreren, voor mezelf bijvoorbeeld, dan maak ik er drie naast elkaar. Zodat ik die drie kan opbouwen. Als je mijn herfstcursus hebt gevolgd, dan weet je dat. Daar heb ik het ook uitgelegd. En dan kun je per illustratie proberen wat er beter werkt. Deze appel, die zou ik bijvoorbeeld ook in het rood rood kunnen opzetten. Of met oranje. Dan krijg je weer een hele andere appel. En daar kun je kleurtjes aan blijven toevoegen. Maar door het gewoon heel vaak te doen en te denken van, ik vind het niet meer mooi. Dan weet je bij de volgende illustratie van, ik ga tot dit punt. En daarna vond ik het niet meer zo mooi. Ik hoop dat dat een beetje antwoord geeft op jouw vraag. Nou, wat ik nu ga doen is met een andere groen ga ik dit blad, de helft van het blad, illustreren. Dat ook daar een beetje een kleurverloop in zit. Zo. En dat ga ik ook doen weer met een beetje bruin. Zodat het stokje ook weer een andere kleur bruin in zich heeft. Dat donker mag best een beetje donker zijn onderaan. En dan zet ik eigenlijk wat streepjes zo. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. En dan zijn we eigenlijk al een heel eind. Ik heb er een beetje een bende van gemaakt hier omheen. Allemaal water geknoeid en noem maar op. Ik hoop dat jullie iets netter eruit zijn gekomen dan ik. En wat je ook nog kan doen is, als die helemaal droog is, dus met water met fineliner de lijntjes zetten. Maar je kan ook dus met die meerdere appels naast elkaar kijken wat voor versie je mooi vindt. Dus dan maak je bijvoorbeeld één appel met fineliner eromheen, eentje zonder. En bij de andere doe je bijvoorbeeld weer een andere soort lijn met een dikkere stift of juist met wit. Net wat je wil. Oh, fijn Jolanda dat het duidelijk was. Nou, bij mij is de illustratie nou iets droger dan net. Dus ik ga toch een beetje nog een keer kijken of ik een iets donkerdere groen erin kan maken voor net iets meer kleurvariatie.
Normaal gesproken zou ik dat dus doen over de appel als die al wat droger is. Maar hij blijft nou, ja, we hebben nou te kort tijd dat ik helemaal kan wachten totdat hij droog is. Dus mocht je thuis meedoen, dan kun je of meerdere appels proberen en dat je hetzelfde doet als ik nu doe. En een andere appel laat opdrogen en dan wet on dry techniek probeert. Ik ga het nu op semi iets opgedroogd doen. Dat is weer met een iets andere kleur groen. Zo. Ik hou er altijd wel van als er veel gebeurt in zo'n illustratie. Als er veel kleur in zit. Als je hier zo het geel nog ziet. En ik zou dan niet te veel overal groen doen. Want daar ga ik wel eens de fout in. Dat je ineens je hele appel supergroen hebt gemaakt. Dus ik ga nu mijn penseel even schoonmaken. Dat er geen pigment meer in zit. Dus geen groen. En hem redelijk droog maken. En dan ga ik hem... Ik wil het niet te veel in beeld hangen, maar daardoor zit ik er soms af en toe naast te illustreren. Ik heb nu dus geen kleur in mijn penseel. Daarmee kan ik hier dus die overgangen misschien iets mooier maken. Zo. Wat leuk, ik zie allemaal bekende... even kijken. Ja, wat ik het liefst nog zou willen doen, maar dat haal ik nou niet in deze video, is met witte Posca pen bijvoorbeeld nog wat details aanmaken. Ik kan kijken of ik hier misschien net nog een streepje kan zetten. Ja, dat zie je niet, omdat het nog net te nat is. Maar zo kun je hem dus nog net iets afmaken. Lijkt mij heel leuk om jullie reacties, met name jullie... eindresultaten te zien. Dus mocht je straks helemaal losgaan met je appels, dan tag me vooral op Instagram als je je resultaat wilt delen. Dat vind ik super leuk om te zien. En ik ga er even nog wat geel aan toevoegen, dat er nog net iets meer geel in zit dan de ondergrond, zoals je ziet. Dat bedenk ik nu ter plekke. Zo. En ik doe dat met echt een geel die en goed dekt en met veel pigment in mijn penseel. Ik weet niet of je het kan zien, maar je ziet echt het geel helemaal erin zitten. En dat meng ik een beetje met groen wat er al in zit natuurlijk. En het is gewoon fijn om hier lekker mee bezig te zijn op zo'n dag. Ik had van mezelf ook... geen verwachtingen. Ik wilde gewoon met jullie even een simpele illustratie maken. Waar je gewoon lekker veel met kleur kan doen. Ik bedoel, je kan er ook allemaal groen aan toevoegen. Ik ben nou een beetje aan het mengen dat het niet heel vlekkerig wordt. Maar je kan er dus van allerlei kleuren aan toevoegen. Hey Christel, leuk dat je er bent. Dus heb vooral niet zoveel verwachtingen. Laat die kleuren lekker mengen. Ga gewoon meerdere appeltjes maken zo op één vel. Ik heb er nou maar één, maar normaal gesproken zou ik er misschien wel vier maken. En dan kun je gewoon per illustratie kijken van, oh ja, dit werkt wel voor mij en dit niet. Gewoon puur om je technieken te oefenen, om bezig te zijn. En het perfecte te willen loslaten, of kunnen loslaten. Dat werkt voor mij altijd heel fijn door zo met meerdere illustraties bezig te zijn. En daardoor word je juist beter door dat steeds vaker te doen. En vooral met meerdere illustraties naast elkaar maken. Gaat het meer om dat je het oefent dan dat er echt heel veel met de techniek wordt gedaan. Bewust. En dat het perfect moet zijn. En dat maakt het dat je lekker veel meters kan maken en er daadwerkelijk beter in wordt. Ik hoop dat jullie... Ik ben echt volgens mij heel warrig aan het praten. Maar wat ik mee wil geven is... ga er gewoon een aantal maken en laat helemaal los dat het perfect moet zijn. Deze appel is ook verre van perfect. Maar ik heb het toch naar mijn zin gehad een half uurtje. Ik hoop jullie ook. En ik hoop dat met deze workshop, tutorial, hoe je het ook wil noemen... ja, dat ik jou daartoe kan zetten dat je gewoon lekker gaat waterverven zonder verwachtingen. Dat het mag mislukken, dat je dingetjes probeert. Kleuren door elkaar gaat mengen om te kijken wat het doet.
En daar is deze appel heel fijn voor. De highlights zijn toch te weinig oplichtend geworden bij mij. Kan ik daar alsnog wat aan doen? Vraagt, voel je goed coaching? Ja, ik kan wel even laten zien wat je eraan kan doen. Als de ondergrond al enigszins is opgedroogd, kun je altijd nog highlights toevoegen. In mijn basisworkshop, waterverfworkshop, leg ik dat veel duidelijker uit. Maar ik zal even laten zien. Als je een beetje water in je penseel doet, echt niet te veel. En dan bijvoorbeeld hier rondjes gaan draaien. Dan kun je dus die highlights opnieuw schoonmaken, zeg maar. En dan moet je af en toe je penseel schoonmaken, zoals ik hier doe. En dan kun je kijken. Ik hoop dat het te zien is op camera. Dan kun je hem dus nog oplichten. Dus dan kun je met een beetje water in je penseel, kun je aan de onderkant, kun je de ondergrond een beetje oplossen. Waardoor je de pigment eigenlijk opzuigt met je penseel. Waardoor de plek daaronder wat lichter wordt. Graag gedaan, Daan. Wat lief. Dank je voor de inspiratie. Erg leuk. Ah, iedereen heeft weer inspiratie gekregen. Wat fijn. Ja, ik ga hem hier een beetje afronden. Bij mij is die nog te nat om er nog allemaal details in aan te brengen. Ik wil je nog even herinneren dat vandaag en morgen de laatste dag is dat je mijn nieuwste twee cursussen samen voor €25 kunt kopen in plaats van €30. Dat is dus de Halloween cursus en de herfstcursus. En dan zeg ik er meteen bij als je denkt, oh nee, Halloween heb ik niet zoveel mee. In de Halloween cursus leer je ook een pompoen en een kat schilderen. Dus dan kun je ook gewoon los van Halloween kun je daar heel veel dingen mee doen. Dus mocht je helemaal de vibe te pakken hebben, dan maak nog even gebruik van die aanbieding. Kan dus alleen nog maar vandaag en morgen. En ik hoop gewoon heel veel appels of herfstdingetjes voorbij te zien komen dit weekend. Het weer is verschrikkelijk goed daarvoor. En dan hoop ik dat jullie me taggen, want dan kan ik jullie werk zien. Ah, wat lief, Marjolein. Dankjewel. En Floortje ook bedankt. Lief dat jullie het even laten weten. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Nogmaals, deze appel is niet perfect. Ook die van mij niet. Maar dat was een beetje de bedoeling van een half uurtje een appel maken. Dan kun je er zo mee oefenen dat het niet perfect hoeft. Maar dat je juist oefent met technieken en kleuren. En dat je daardoor wordt je juist beter. Ja, lekker blijven oefenen vandaag. Heel leuk dat jullie allemaal laten weten hoe en wat. En dan ga ik de live nu afsluiten. Super, super leuk dat je erbij was. Ik zal even mijn handen bewegen dat jullie nog weten dat ik ben. heel fijn weekend. En ik ga hem dus proberen op te slaan. Dat is soms een dingetje in Instagram, dus ik hoop dat het lukt. Dan kunnen jullie hem ook terugkijken en dan zet ik hem ook op YouTube als het allemaal mee zit. Maar in ieder geval een heel fijn weekend. Ga lekker water verven en dan hoor, zie of spreek ik jullie hopelijk heel snel. Dus doei!